Ik ben geboren op de plaats waar nu het begin is van die buitenvelderbaan. Daar stond onze oude boerderij. Op de luchthaven. En het is. Wij horen bij het meubilair, zeg ik wel eens. Dat is geweest in 1941. Dat was mijn opa. Die aan het begin van de oorlog. Hebben de Duitsers geprobeerd. Om Schiphol plat te gooien. Dat gat is volgelopen met water. En die stond daar te kijken of die daar ooit nog iets aan kon doen, denk ik. Ik probeer even te kijken of de tarwe het gaat overleven. Ik hoop dat dat lukt. Met dit sneeuwdekje erop, dan is het aardig beschermd. Ten tijde van het groot onderhoud van zo'n baan, maaiden wij bijvoorbeeld die baan wel eens. En toen hebben we altijd tussen die banen landbouw bedreven. Tot ongeveer 95, denk ik. Het geluid van vliegtuigen om je heen, dat is deel van je leven. Toen ik voor het eerst op vakantie ging, toen miste ik halverwege de week iets. En ik wist niet wat. En toen ik thuis kwam, zeg ik, oh ja, vliegtuigen. Die zijn zo verweven met je dag, dat je niet anders weet. Ja, wij hebben genoten. Het is natuurlijk iets waar je altijd tegenaan hebt gewoond, omheen hebt gewerkt. Zelfs op bepaalde plaatsen die nu Schiphol zijn. Je beroep hebt uitgeoefend en nu zie je dat van de andere kant. Het is heel mooi om het van deze kant te bekijken. En zeker met deze sneeuw en het licht, dat maakt het gewoon eigenlijk een sprookje. Schiphol. Er zijn er niet veel. Die kunnen zeggen dat ze een start- of landingsbaan in de tuin hebben. Heel uniek.